Hallo, ik ben Alain Giers. Ik heb heel wat ervaring in het bedrijfsleven. Ik ben economist van opleiding. Ik heb een 25-tal jaar gewerkt voor multinationals in België en in andere Europese landen. Maar een tiental jaar geleden ben ik daaruit gestapt en toen ben ik met mijn echtgenote gestart in onze eigen zaak. Dat is een heel andere wereld, want plotsklaps kom je in een omgeving waarbij je alles zelf moet doen. Daar waar je vroeger heel veel collega's had, heel veel andere afdelingen had die allerlei problemen voor jou gingen oplossen, word je vandaag verondersteld om die allemaal zelf op te lossen. En dat is een fantastische ervaring. Die ervaring die kan ik vandaag tot mijn grote vreugde ook delen met de studenten van de hogeschool. En ik doe dat onder andere in de cursus marketing, die ik doseer in de Panaba voor de richting bedrijfskunde. Daarnaast geef ik ook bedrijfscommunicatie aan de mensen van bedrijfskunde. Ook aan de groep van HR management geef ik die lessen. Het is enorm aangenaam, het is heel verrijkend, zowel voor hen als voor mijzelf, want zij dagen mij op voortdurende basis uit. En ik daag hen voortdurend uit. Wij trachten dan ook samen zo goed mogelijk vooruit te gaan en allerlei nieuwe dingen te gaan ontdekken, ook op basis van de nieuwste evoluties die wij op voortdurende basis ervaren met de nieuwe technologieën die we mee integreren in onze manier van marketing en in onze manier van communiceren. Naast deze lessen heeft de hogeschool me ook gevraagd om een aantal studenten te begeleiden binnen hun projecten. Projecten die studenten van andere afdelingen doen in bedrijven. Het zijn heel verschillende bedrijven, het zijn heel verschillende projecten. En daar richt ik mij niet alleen op de marketingaspecten, maar op de hele brede zin van het project wat moet worden uitgevoerd, waarbij de student eigenlijk als een junior consultant aan de slag gaat bij die bedrijven. De verscheidenheid van die bedrijven is heel interessant en helpt mij ook om elementen die bijvoorbeeld in de sociale sector naar voren komen of in de culturele sector naar voren komen, te gaan gebruiken in een bedrijf dat hoogtechnologisch bezig is en omgekeerd. Dat maakt dat wij feitelijk, wat dat betreft, alle twee willende partijen zijn, of zelfs alle drie, de student, het bedrijf en ikzelf als docent.